Bij Loredana. Hallo, hallo. Hoe is het? Goed, heel, heel goed. Druk jaar voor jou geweest? Absoluut, zowel met Tu Fabiola als met Loredana. Ja, dus, ja, want jouw nieuwe single is onlangs uitgekomen. Ja, ja. Het scoort weer, dankzij MenTV. Wat betekent voor jou MenTV? Gaat toch heel veel. Voor de Vlaamse zangers vind ik het eigenlijk heel goed. Dat er tenminste een platform is eigenlijk voor op tv te kunnen komen. Dus ik vind het heel fijn dat ik daar ook wel regelmatig gedraaid word. Dus dankjewel, Ment. Ja, we zijn hier vandaag in het Feestpaleis in Beervelde. Ja. Een jaarshow. En jij staat ook op het podium, ja, met jouw inderdaad. Nieuwe single. Ja, vanavond gaat het down. We gaan er weer een feestje van maken. Met andere woorden, gaat er een lap op geven? Ja, absoluut. Altijd eigenlijk. Hè. Ja. Dus bij elk optreden. Oké. Okay. De feestdagen staan voor de deur. Drukke periode voor jullie. Ja, toch wel. Patrick heeft heel veel DJ-sets. En we hebben ook Tu Fabiola optredens. En met de DJ-sets ga ik ook mee. Dus met nieuwjaar ben ik zeker aan zijn zij. De kerstdagen, wat ga je met de kerstdagen doen? Dan zijn wij op het podium. Op het podium? Staan we op het podium, ja, inderdaad. Ik vind dat eigenlijk heel leuk. Ja. Ik vind het eigenlijk heel leuk dat we dat zo kunnen, dat we dat samen zo kunnen feesten eigenlijk. En daarnaast kunnen we sowieso met onze familie nog wel op bezoek gaan en zo. Dus ja. 2018, wat staat er op het programma? Eigenlijk heel veel optredens, ook met Tu Fabiola. En we hebben ook een nieuwe single die we gaan uitbrengen als Tu Fabiola. Want we staan bij Back to the 90s in het Sportpaleis. Als Loredana staan er ook weer nieuwe dingen op, dus eigenlijk zijn we volop bezig. We blijven niet stilstaan. Altijd maar werken, werken en werken. Ik vind het leuk, want het is eigenlijk meer plezier. Het is een job. Het is eigenlijk niet echt een job. Ik vind het gewoon heel plezant om te doen. En ik mag gewoon blij zijn dat ik het mag doen en kan doen. Okay. Dit waren mooie en wijze woorden. Ik zou zeggen, ik wens jou prettige eindejaarsdagen. Veel geluk. En ik zou zeggen, 2018, geef er terug een lap op. Ja, absoluut.